De midzomerproeverij in Vierhouten. Het is net 5 minuten bezig, maar het is al hartstikke druk. Gerwin Kuiper, goedemiddag. Goedemiddag. Het is inderdaad al heel gezellig. We zijn inderdaad net begonnen en je ziet echt de mensen al gewoon gezellig deze kant op lopen. Dus ja, hartstikke leuk. Wat is hier allemaal te doen op deze middag en avond? Er is een kleine proeverij. Dus alle gedeeltelijke horecazaken hebben wat verschillende hapjes meegenomen. En die kun je hier gewoon proeven en lekker eten. Daarnaast is er een stukje live muziek. Die gewoon vanavond ook echt een gezellig feestje gaat maken. En er is een kleine beleverij met wat kraampjes, met wat kruiden en zalfjes en dat soort dingen. Is dit al vaker georganiseerd, door Rondje Vierhouten? Dit is de 6e keer dat we het organiseren en het is de 1e keer op deze locatie. Want waar is het de vorige keren gehouden? De vorige keren is het gehouden, dan gaan we die kant op kijken, daar achter de bomen. Maar dit is toegankelijker en ook in samenwerking en in combinatie met het dorpshuis gewoon beter beheersbaar. En waarschijnlijk, dat denken we, ook leuker. Kun je iets vertellen over de kraampjes die hier allemaal staan? Dan heb je het over de kraampjes van de deelnemende bedrijven. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Boswachter doet mee, die heeft natuurlijk pannenkoeken en poffertjes. Dan hebben we de Bas en Valerie met Hotel Pension Vierhouten met zoete zonde en een hamburgertje van de grill. We hebben Tante Sjaan met een lavendel panna cotta. Dan hebben we de Vossenberg met een varkenshaarspiesje en een broodje hotdog. Novice, en dat zijn we dan misschien ook zelf, moet ik er dan bij zeggen, hebben aardbeien Romanov, een kleine proeverij van voorgerechten en champignons. En dan hebben we de horeca deelnemende bedrijven gehad. En daarnaast zijn er gewoon wat leuke kleine kraampjes waar je wat kan kopen. Zijn er ook nog een maximaal aantal aan bezoekers die je terecht kunnen? Meer dan genoeg. Maar het is een proeverij, dus mensen lopen hier gezellig langs heen. Gaan even fietsen, gaan ook naar de zaken in het dorp. En komen dan misschien vanavond nog weer terug om een extra biertje met live muziek te doen. En voor de kinderen is er een groot sprinkus. Wie treedt erop vanavond? Kunt u dat vertellen? Piano Bar. Is dat nog een speciale groep of wat voor soort muziek gaan ze spelen? Ze spelen van alles en je mag alles gewoon aanvragen en dan gaan hun dat ook zingen. Dus kortom een hele gezellige dag hier in Vierhouten. Daar gaan we wel ons best voor doen. Bas Tiemens, die is ook aanwezig namens Hotel Vierhouten. En u bent druk aan het bakken. Jazeker, jazeker. Het is inderdaad al gezellig. We zijn dit jaar voor het eerst om 3 uur begonnen in plaats van om 1 uur. En nou ja, het stroomt al lekker binnen. En we hebben natuurlijk super geluk met het mooie weer. Is het niet te warm achter die hete kooktoestellen? Ik ben blij dat ik nu even in de schaduw sta inderdaad. Maar ik moet er zo wel weer terug, want anders worden ze zwart. Is het nou duur voor de gasten die hier komen of valt het nog wel mee? Nou, we proberen een beetje een schappelijke prijsjes te hanteren. Maar ja, zoals je ziet, we hebben een band staan, er zijn een aggregaat geregeld, springkussen. Dus ja, we moeten natuurlijk wel proberen om uit de kosten te komen. Dus we zijn heel erg blij met dit mooie weer. En de hapjes houden we een beetje toegankelijk, zodat iedereen van alles wat kan proeven. Ik wens u veel plezier met de verkopen en natuurlijk ook met de gezellige dag. Want het is net begonnen en het is super druk al. Dankjewel. Ook succes.